Kijk, ik sta hier met Kama net van de freestyle competitie. Hoe vond je het gaan? Stroef man. Het is vroeg op de dag, de hersens moeten nog wakker worden. Je wordt opeens in een tory gegooid, dus stroef. Heb je het gevoel dat je minder hebt gegeven dan je eigenlijk had gekund? Ja, zeker. Okay. En wat betekent dat dan voor Kama? Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat voor Kama? Ik snap je vraag niet. Wat bedoel je? Oké, dus zeg maar, betekent dat dat je niet meer gaat freestylen? Betekent dat dat je je volgende keer later gaat inschrijven? Ik ga dat sowieso nog wel doen, die freestyles. Maar het is gewoon, het is nu vroeg op de dag, vind ik. En inspiratie moet nog komen of zo. Die hersen moet nog wakker worden om die shit echt goed te droppen, vind ik persoonlijk. En de freestyle is natuurlijk ook een momentopname. Ook de beat, je tegenstander, dat weet je niet. En, op zich was het gewoon leuk, denk ik. Maar het was niet nice, zoals dat moet zijn, denk ik. Wat dacht je eigenlijk toen je hoorde van bap, 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 gelijk tegen Mitch? Ja, setup man. Het is toch een setup. Het klinkt een beetje als een doorgestoken kaart. Het is een setup man. Okay, maar komt dit dan nog, zeg maar, terug, maar dan als een geschreven battle, denk je? Zover ik heb gelezen op Twitter en mensen zijn daar ook voornamelijk mee bezig, denk ik. En whatever. Dat die battle niet eens meer gaat gebeuren. Okay. Maar het lijkt me wel tof als het ooit gaat gebeuren. Alsnog, weet je. Ik bedoel, ik duik voor niemand. En zoals Mitch ook heeft gezegd net aan het einde van die battle, ik sta daar alsnog. Ja, toch? Dus Mitch, Kama is ready man. Thanks man broer. Dat zei ik niet. Dat zei ik niet. Nee, ik maak het zo maar mooi. Maar het kan gebeuren. Je toch? Het kan gewoon. Ja, toch? Bam.